Vorige week bevestigde burgemeester Lamers de door gemeentebelangenraadslid Andreas Rozen gelekte vertrouwelijke informatie dat de wachtgelduitkering van oud-burgemeester Verve dit voorjaar zou zijn stopgezet. Het blijft nog steeds een privacygevoelige zaak. Het enige wat ik kan bevestigen is dat wij inderdaad een wachtgelduitkering hebben stopgezet. Vrijdag moest de gemeente echter toegeven dat de raad verkeerd is geïnformeerd. De wachtgelduitkering aan Verve loopt gewoon door en de oud-burgemeester voldoet aan alle aan de uitkering verbonden verplichtingen.